Welkom bij First Class. Vandaag zal ik voor jullie maken ingelegde inktvis met tomaat en dragondressing. De ingrediënten, wat hebben we nodig? Basiliek, inktvis, spinazie, dragon, limoen, dragonazijn, maïsolie, kippenfond, tomaatjes en bilperknol. Hier hebben we zeekat inktvis. Hoe we de inktvis gekuist hebben, dat hebt u al in een andere aflevering gezien van First Class. Dus de zeekat, die is eigenlijk bevroren, die komt uit de diepvries. En die gaan we nu heel fijn gaan snijden in fijne stukjes. Dus de inktvis die gaan we mooie lijke stukjes snijden. Dan gaan we daar een mooie fijne julienne snijden. Fijne reepjes. En dat gaat eigenlijk het best van al als je dat vervroren snijdt. En je ziet, ik snijd de inktvis flinterdun. Nu gaan we de inktvis mooi kruiden. Dus met peper, grof zeezout. We gaan er wat rasp van limoen op doen. En limoensap. En wat olijfolie. Dat gaan we allemaal mooi mengen. En dat gaan we zo een tiental minuutjes laten marineren. Nu gaan we onze dragondressing maken. Dus we nemen de kleine keukenrobot. We hebben hier verse dragon. Dus we gaan de blaadjes erin doen. De stengels gaan we gaan verwijderen. Jonge spinazie aan toevoegen. Onze stengels van onze dragon, die gaan we bijhouden. Want daar hebben we mee onze dragonazijn gemaakt. Hoe we dat gedaan hebben, dat hebt u al gezien in een vorige aflevering van First Class. Doen we wat dragonazijn erbij. Kippenfond en maïsolie. Kruiden met peper en zout. We gaan alles mooi gaan mixen tot één gladde massa. Dan gaan we onze dragondressing mooi gaan passeren door een fijne zeef, zodat die mooi glad is. Dus de tomaatjes die gaan we mooi gaan versnijden. En de tomaatjes, we hebben daar al het velletje ervan afgehaald. We gaan eigenlijk alles gaan gebruiken van de tomaat. Ook de pitjes. De mini kersttomaatjes die hebben we ook al onthaald. Nu gaan we de tomaatjes marineren met zeezout. Zeezout is veel lekkerder dan gewoon zout. Het is veel intenser. Ik gebruik dat heel veel in mijn keuken. Wat goede olijfolie. Heel belangrijk dat je neutrale olie neemt. Dat dat anders overheerst. Anders ga je de tomaat niet meer proeven, maar enkel het bittere van de olijfolie. En dat vind ik niet lekker. Dus en een klein beetje azijn van dragon en peper van de molen. De tomaatjes die gaan we ook 5 minuutjes laten marineren. Zodanig dat ze veel intenser zijn van smaak. Voilà, nu gaan we over naar de opmaak van ons bord. Dus onderaan het bord een klein beetje dragondressing dresseren. Daarop gaan we de tomaatjes doen. Daarop gaan we een klein beetje marinade van onze tomaatjes doen. Dus met die azijn erbij en die olijfolie. Nu nemen we onze gemarineerde zeekat. En we gaan er mooi de sliertjes tussen leggen. En we gaan wat afwerken met verse basiliek. Ziezo, een fris zomers gerechtje. Ingelegde zeekat met tomaat en dragondressing. Zeker lekker. First Class, tot de volgende keer. Smakelijk.